De gloednieuwe vulmachine wordt vanochtend geleverd aan de bottelarij van Brouwerij Het Anker op het industrieterrein van Mechelen-Noord. 2 jaar geleden verhuisde de bottelarij naar hier en tot nu toe draaiden ze alleen op tweedehandsmachines. Maar daar komt verandering in. Gisteren ging de oude vulmachine, die haar beste tijd heeft gehad, eruit. Met de nieuwe machine kan de bottelarij binnenkort 20.000 flesjes per uur vullen. Bijna een verdrievoudiging van de capaciteit. Het was noodzakelijk om dit al te doen, ietsjes vroeger dan voorzien, omdat we met de brouwerijen altijd maar verder groeien en groeien en dat het allemaal toch vrij complex is. Dus het moet heel, heel perfect draaien om het aan te kunnen. En ja, een machine die niet altijd 100% goed draait, ja, dat heeft snel gevolgen. En dus voor ons was nu die stap echt nodig. De 10 ton zware machine in de productiehal plaatsen is geen evidentie. Hier en daar moet zelfs de ruimte even aangepast worden. De productie ligt intussen wel 2 weken stil. Tijd genoeg om ook de andere installaties even te onderhouden. Maar liefhebbers van Gouden Carolus moeten niet vrezen. De bottelarij heeft voldoende vooruitgewerkt om tekorten te vermijden. Het gaat de brouwerij dus duidelijk voor de wind. Het is natuurlijk hard werken, het komt allemaal niet vanzelf, maar het gaat goed. We hebben terug 5, 6 vacatures openstaan, dus we blijven groeien. We blijven de zaak sterker maken, zowel het bier, de publieke toegankelijkheid van de brouwerij, de whisky, de stokerij. Dus het loopt wel, ja. Binnen 2 weken worden de bierbakken hier weer gevuld, zodat de brouwerij kan blijven groeien.